Hey allemaal, in deze video ga ik jullie 5 tips geven hoe je het beste in een tentamenweek kan leren, slapen en uitrusten. Blijf kijken! Tip 1. Om te beginnen is het heel erg belangrijk om blauw licht 's avonds te vermijden. Blauw licht komt van je televisie, telefoon of laptop af. Blauw licht zorgt er namelijk voor dat jouw lichaam meer soort van wakker blijft. Daarom is het goed om 's avonds te zorgen voor juist rood of oranje licht. Daardoor gaat je lichaam melatonine aanmaken en dat is een stofje dat ervoor zorgt dat je meer in ruststand komt en dus eerder zal gaan slapen. Mocht jij een lamp hebben die je verschillende kleurtjes kan instellen, stel hem dus in op een rood-oranje kleur en je zal merken dat je sneller moe wordt en eerder gaat slapen. Tip 2. Zelf kijk ik altijd naar video's van ASMR. En dan denk je, ASMR, wat is dat nou? Als je op YouTube opzoekt naar ASMR, vind je heel veel YouTubers in het Nederlands, Engels, Spaans, Italiaans, Frans, Duits, Koreaans, in allerlei talen. En dat zijn dan YouTubers en die fluisteren of die praten heel zachtjes in een video. En dan maken ze rustgevende geluidjes. Hierdoor kom je dus tot rust en zou je dus makkelijker en of sneller in slaap vallen. Tenminste, ik zelf val altijd midden in de video in slaap en ze praten. Nu denk je echt, het slaat helemaal nergens op, maar het is echt heel chill. Tip 3. Ga niet te lang achter elkaar blokken. Wat ik zelf vaak doe is 50 minuten leren, 10 minuutjes pauze, 50 minuten leren, 10 minuutjes pauze. Mocht je van jezelf nou weten dat jij wel 60 minuten kan leren en dan pauze kan houden, doe dan 60 minuten. Of is jouw concentratie wat minder lang, doe dan 40 minuutjes. Maar ga niet proberen om 3 uur lang achter elkaar te leren. Dus houd kort en hou pauzes. Tip 4. Er is een meisje uit België, zij heet Helene. En zij gaat live op YouTube terwijl ze zelf aan het leren is. Dus je ziet haar gewoon uit een boek lezen, je ziet haar markeren. Je ziet dat ze wat fruit op tafel heeft staan en verder gebeurt eigenlijk helemaal niks bijzonders. Maar als je zelf moet leren, je zet je laptopje aan het eind van het bureau neer. Je zet haar aan terwijl zij zelf gaat leren. Dan voel je je extra gemotiveerd omdat je ziet van, oh, iemand is aan het leren, dan moet ik ook gaan leren. En omdat zij de hele video lang eigenlijk alleen maar hetzelfde doet, is het best wel eentonig, waardoor je ook niet ervan afgeleid. En als laatste tip 5. Beloon jezelf. Geef jezelf bijvoorbeeld een Twix of ga aan het eind van de dag een ijsje halen met een vriend of vriendin. Of wat ook een goede is stop elke dag aan het eind van de dag dat je denkt, nou ik heb vandaag goed geleerd. Stop je 2 euro apart. En aan het eind van je tentamenweek of aan het eind van je tentamenweek, als je 2 weken lang moet blokken, dan heb je een leuk klein bedragje en dan kan je daarvan een avondje naar de bioscoop met vrienden of even op een terrasje zitten. Beloon jezelf voor het harde werken. Dit waren mijn tips. Wil jij nog tips hebben voor wat je het beste kan eten tijdens je tentamenweek of examens? Klik dan hier om de video te zien van Amber. Zij heeft een video gemaakt waarin zij dus tips geeft. En wil je geen video meer van ons missen? Klik dan hier. En dan zeg ik voor nu, zoals altijd, ciao!